Hey, goeiedag en welkom. In deze video wil ik graag drie dingen met jou gaan delen. De allereerste, even een korte update over mezelf. Het is nu denk ik al meer dan een jaar geleden dat ik iets zo heb verteld met mijzelf in beeld. Het is ook niet mijn favoriete bezigheid, moet ik eerlijk zeggen. Maar goed, het geeft wel een beetje persoonlijke binding. Ten tweede, een update over de Happy Value portfolio. En waarom? Nou, we gaan één aandeel kopen. En om te kopen moeten we een aandeel verkopen. Want ja, we zitten met ons kapitaal. We hebben niet zoveel vrije vermogen meer, zoals je kan zien. Maar 117, dus we moeten verkopen, ruimte maken om een nieuw aandeel te kunnen kopen. Ik heb onderzoek gedaan, dus we gaan er eentje kopen. Ik heb de order al aangemaakt, het gaat ietsje sneller. En dan laat ik je zien welke ik koop. Ten derde, een stukje over een aantal aandelen die ik nu aan het volgen ben. Puur gewoon ter inspiratie. En dat heb ik mezelf ook al voorgenomen om ietsje vaker te gaan delen. Gewoon met wat ik aan het doen ben. Wat ik zelf doe. En of dat succesvol is, ja, dat kan ik niet garanderen. Ik hoop het wel, want ik ga het zelf dan ook kopen. Of verkopen. Maar misschien heb je er iets aan. En als het niet zo is, ja, ik heb het verleden ook veel fouten gemaakt, helaas. Ik heb aandelen met grote verliezen. Ik heb aandelen met grote winsten gehad. Daar ben ik eigenlijk allemaal van afgestapt. En waarom? Omdat ik nu sinds anderhalf jaar heb ik een methodiek ontwikkeld om aantoonbaar hogere resultaten te behalen. En structureel gezien, met minder risico. Dus dat vind ik heel erg fijn. Hoe is het allemaal tot stand gekomen? Nou, een korte update. Ik ben inmiddels niet meer alleen met Happy Investors. Maar voordat ik het vertel, even een stukje terug. Toen ik 23 was, zeg ik aan mezelf, ik ga financieel onafhankelijk worden. En eerst wat ik ga doen is op de universiteit aan mezelf laten aantonen wat ik allemaal niet kan. Ik kreeg vroeger altijd advies van, ga lekker een VMBO doen en dat en dat. Maar ja, ik was scooter aan het rijden. Ik was niet bezig met school. Toen heb ik gezegd van, oké, ik ga laten zien. Ik had HBO afgerond, ging niet helemaal vlekkeloos, maar ja, ik fietste er makkelijk doorheen. Gehaald, toen ben ik naar de universiteit gegaan en toen heb ik echt vol gas gegaan. Dus sindsdien ben ik met keiharde discipline, kan ik wel zeggen, non-stop aan mezelf blijven werken om te verbeteren. En dat is denk ik toch wel waarom ik hier nu iets kan vertellen over beleggen. Dat is pas jaren later, 9 jaar later, maar het gaat wel over consequent blijven leren. En ik ben nog steeds heel lerende, ik ben nog geen expert, hopelijk op een dag ooit in aandelen. We zullen het zien. Maar succes komt niet op een of andere dag. Dus ik was 23, begon aan de universiteit, begon ook met beleggen. Ik heb zelfs Ethereum en nog wat andere crypto gekocht in 2017. Maar dat ging heel erg goed en toen ging het ook heel slecht in 2018. Toen heb ik gezegd, ga ik helemaal niet meer doen. Ik ga mij focussen op aandelen. Ook daar, zoals ik al zeg, fouten en successen gemaakt. Fouten die jij kan voorkomen, gelukkig. Maar ik heb ze wel gemaakt, daar leer je ook veel van. Ik ben toen ook ik heb universiteit afgerond, ben toen 5 jaar lang bij LabVesten gaan werken. En LabVesten is echt een prachtig bedrijf. Ze zijn overigens ook op beurs genoteerd. Ik kon daar verder carrière maken. Ik heb toen alleen besloten op mijn 29e, ik ga fulltime ondernemen. Want ik had in de tijd had ik een webshop opgericht. De webshop ging niet zo goed. Toen heb ik een affiliate website opgericht, die ging wel goed. Toen heb ik Happy Investors opgericht, die ging nog beter. Toen heb ik cursus opgericht. Nu verkoop ik aandelenanalyses. Dat is gewoon betaald informatie aanbieden eigenlijk. En dat gaat steeds beter en beter. Zo goed zelfs dat iemand zichzelf wilde inkopen. Een compagnon noemen ze dat. Dus ik ben nu eigenlijk 50% mede-eigenaar. Compagnon heeft de andere 50% en er is zelfs nu een derde persoon bijgekomen voor de marketing. Hartstikke leuk, vind ik ook veel leuker. Samen ondernemen ga je ook sneller door. Maar ja, we hadden wat tijd nodig om te stabiliseren, zou ik maar even zeggen. Hij is directeur bij een best groot bedrijf. Ik kan ook niet fulltime aan Happy Investors werken. Dus ik heb gezegd van leuk, dat gaan we doen. We gaan het zo doen. We hebben tijd nodig om aan elkaar te wennen en om een gezamenlijke strategie verder te bepalen. Want we richten ons alleen maar op kwaliteit. En ik ga dus ook iets anders zoeken. Dus ik ben gaan freelancen in de techniek. Ik heb geen techachtergrond, maar ik gebruik mijn krachten waar ik wel goed in ben. Strategie, doelen bereiken, mensen tot één geheel komen, plannen, dat soort zaken kan ik wel. En daar verdien ik best wel een mooie tarief mee. Dus ik ben ook niet afhankelijk van inkomsten van zo'n videootje of van Happy Investors. Maar natuurlijk, we zijn ondernemers, we willen wel geld verdienen. En de beste manier om dat te doen is door iets heel waardevols te kunnen aanbieden. Nou, deze video is in ieder geval gratis. En wat gaan we hierin bespreken? Zoals ik al zei, korte update over Happy Value portfolio en een aantal aandelen die ik aan het volgen ben. Dus als even een korte recap. Ik heb nog veel meer te vertellen, maar dat gaan we niet alleen allemaal in deze video samenvatten. We hebben de Happy Value portfolio. Laatst heb ik daar ook een update over gestuurd. Hè. Gaat eigenlijk best wel goed. Nu iets meer dan een jaar hebben we deze portfolio al. Zat eerst wat minder geld op en uiteindelijk we staan op een kleine plus. Ja, omgerekend de percentage is het volgens mij in een iets meer dan een jaar tijd iets van 17% met wat dividend erbij. Ik weet niet precies hoeveel. Dat is eigenlijk wel goed om dat keer echt goed te gaan bijhouden. We hebben een aantal aandelen en welke erbij zit, die we willen verkopen, want ik heb gezegd we hebben kapitaal nodig, is Taiwan Semiconductor. Op basis van de onderzoeken die ik heb, want Taiwan Semiconductor is een hartstikke goed bedrijf,
Alleen op de korte termijn, wat mijn data betreft, mijn analyse, factoranalyse. Ik ga deze verkopen omdat ik ruimte wil maken voor een beter aandeel. Nou ja, het is zaterdag. Ik kan de order alleen maar aanmaken. Dus ik heb een limietorder aangemaakt op de prijs van hoe die nu is. En we hebben 6 aandelen. Dus mocht de beurs openen op maandagmiddag, dan verkoopt hij tegen deze prijs. Als hij nog op deze prijs te staat. En welke ik dan wil gaan kopen is een happy aandeel. De analyse heb ik gedeeld op ons platform. Vind je terug onder de happy value aandelen. En het bedrijf heet Celestica. Celestica is actief in supply chain, probeert daar een totaaloplossing aan te bieden. En dit aandeel is bijzonder interessant. Ik kan hem nu niet kopen, want ik heb nog steeds geen vrij vermogen, dus dan geeft hij zo'n soort error. Dus als deze maandag geactiveerd is, dan koop ik gewoon Celestica, ongeacht wat die prijs dan op dat moment is. En om aan te tonen dat ik serieus hierin ben en dat ik toch wel geloof in het bedrijf, niet dat ik denk dat het een geweldig bedrijf is, maar ik denk dat de situatie dusdanig goed is dat we daar winst uit kunnen behalen. Op de korte termijn, en we moeten het blijven volgen om te achterhalen of het ook op de lange termijn een goed aandeel is. Om dat te aantonen heb ik hier een update over Celestica. En ik zit zelf in de beeld. Kijk, ik ben uit. Celestica gekocht. Ik heb zelf gekocht voor €1400. Maar goed, dat is dus, als je ziet, hier zie je totaal account. Dat is dus 1%. Hè? Dat is 1%. Ik ga tot max 2%. En dat is wat ik zei. In het verleden heb ik ook, ik heb ook heel veel fouten gemaakt. En één daarvan heb ik nog steeds. Ik heb 2 aandelen waar ik heel veel geld op heb gezet. Nou, eigenlijk 3. Maar die eerste ging heel erg goed. Toen heb ik daar die winst heb ik ingezet op 2 andere aandelen. Heel super risicovol. 1 super speculatief, die doet het nou ook echt bijzonder slecht. En die staat min €20.000. Maar ik blijf die aanhouden, want dat is ook voor mijn reminder dat ik dat niet meer moet doen. En misschien op een dag, als ik heel veel geluk heb, dan haal ik er heel veel rendement uit. Maar de tweede aandeel is Hims & Hers. En we hebben nu een positie van, van $12.000, maar het is wel dollar. En ik heb recentelijk een beetje bijgekocht, zoals je net zag. Was maar voor €500. En waarom Hims & Hers? Het is gewoon, ik denk, echt een super interessant groeibedrijf. Maar het is nog wel een beetje speculatief. Dus het is eigenlijk nog het enige aandeel waar ik echt heel veel geld in heb zitten. En voor de rest heb ik, 30, 35 aandelen. Allemaal, zeg maar, kleinere bedragen van rond de 2000, 3000, verder ETF's. En ik heb zakelijk nog wat geld. Dus daar wil ik ook een zakelijk account voor oprichten om alleen maar in ETF's te gaan investeren. Waarom in ETF's en waarom zakelijk? Zal ik een andere keer uitleggen. Maar het heeft met rendement en belasting te maken. Nou, Hims & Hers. Zometeen daar nog iets meer over. Maar eerst een andere. Want we hebben al gezien dat we Pampa Energia, die doet het erg goed in de Happy Value portfolio. We zitten nu in de Happy Value portfolio. Even een stuk op terug. Pampa Energia, waar sta je? Oh, hier zo. Pampa Energia. En die staat op zo'n plus 100%. Interessant. En je ziet, we verkopen nog niet. In mijn eigen portfolio heb ik ook Pampa Energia, maar heb ik al de helft verkocht. Want die staat op plus 150%. En ik heb mijn initiële inleg eruit gehaald. Positie is nu $3000. En ik heb een deel daarvan verkocht. Waar staat dat, joh? Oh, hier zo. Ongerealiseerde winst en verlies. En de totale winst en verlies. Dus ik heb eigenlijk al totale winst staat op 2800. En ja, ik heb dus eigenlijk een deel ervan uitgehaald. De helft. Ik dacht dat het iets meer was, maar de helft. Ja, dus dat is best wel goed. Pampa Energia. Waarom denken we dat het nog steeds goed aandeel is? Het is sowieso wat, ik weet niet of risicovol het juiste woord is. Maar Pampa Energia is een energiecentrale in Argentinië. En ze doen nog wat meer aan dingetjes. Maar allemaal energie. En dat laat nog steeds een interessant topic zijn. En we zien hier op het scherm zien we de waardering, de valuation. Wij gebruiken factoranalyse. Dat is een betaalde database. Kan jij in principe ook zelf aankopen. Nou, daar vind je heel veel dingetjes in. Meerdere factoren. En dit is alleen de valuation, dus de waarde. En in principe zegt dit al heel erg veel. We kijken naar heel veel andere dingen. Maar goed, de valuation is een ten opzichte van de sector, belangrijk, ten opzichte van de sector is die eigenlijk heel erg hoog. En ook de groei is naar verwachting goed. En we zien dat de PE forward, die FWD staat voor forward date, dus eigenlijk volgend jaar zou ik zeggen. Ja, die staat op, wordt verwacht, rond de 7,6. En dat is aanzienlijk lager dan de sector gemiddelde. Maar ook zonder de sector gemiddelde is 7,6 al erg laag. Nou, en ook op andere zaken scoort hij redelijk goed. Behalve op price to sales en price to book is ook niet zo super goed. Maar kijk, de price to cashflow is bijzonder sterk.
En ik denk dat Pampa Energia nog steeds goed aandeel is. Ik zou niet zeggen dat ik hem nu zou kopen. Want ja, we staan al op heel veel rendement. Ik denk dat hij nog wel wat verder kan stijgen. Als we kijken naar de grafiek. Ja, wij hebben ergens hier zo gekocht. Ik weet niet precies waar. Ietsje later zelfs. Eind 2021 denk ik. Sinds dat ik die methodiek heb ontwikkeld in ieder geval. En HIMS heb ik ergens daarvoor nog gekocht. Net daarvoor. Pampa Energia. Ja, kan nog erg veel stijgen. De laatste piek is nog niet bereikt. Maar goed, dat is meer voor technische analisten. Die geven altijd, hè, die geven waarde aan die laatste piek. Ik doe dat zelf wat minder. Ik kijk gewoon fundamenteel naar hoe staat het bedrijf ervoor. En wat kan het bereiken. We hebben het net over HIMS gehad. HIMS, ik geloof erg in het aandeel. Ik heb die ergens hier gekocht. En ook eigenlijk stomme fout. Ik zei al, ik heb veel fouten gemaakt. Daar leer je gelukkig van. Ik had hier te veel geld gezet op dit speculatieve aandeel. Maar mijn analyse is wel gelijk gebleken. Want ze groeien echt erg hard. Maar om een of andere reden gaan heel veel aandelen short op dit aandeel. Dus er staat enorme druk om naar beneden te gaan. Ze gaan allemaal short. En sinds de laatste piek, want ik stond eigenlijk hier in echt een mooie plus. En wat is het joh, in mei. En sindsdien is die weer met 40% gedaald. Fuck. Maar hier heb ik toch een klein beetje bijgekocht. Ondanks dat ik al zo'n grote positie heb, kan ik niet laten om toch een beetje bij te kopen. En alleen de tijd zal leren of ik gelijk heb. Als we kijken naar HIMS, zien we naar de valuation in dezelfde factoranalyse, is een D. Maar als we kijken naar de eigen vermogen ten opzichte van sales, is dat relatief goed. En de price to sales is ook best wel goed voor dit aandeel. Waarom? Als we kijken naar rechts, en dit is de laatste kwartaal update cijfers van HIMS. Ja, je ziet hier een prachtige stijgende lijn qua revenue. En er zijn maar weinig groeiaandelen die op dit moment hetzelfde aantonen tegen zo'n soort waardering. Dus dan kan de factoranalyse van zeggen, dit is niet goed. Ja, het bedrijf maakt ook nog geen winst. Alleen, bijna maken ze wel winst. En het management komt wel nog een woord na. We zien hier langere tijd, en dit was 2021, ik heb dus daarvoor gekocht. Ja, het bedrijf was verliesgevend, dat is het risico. Dat is het risico dat ik niet meer neem. Ik ga niet meer in zulke risicovolle groeiaandelen investeren. Dat doe ik niet meer, maar ik heb HIMS al en ik vind het toch een geweldig bedrijf. En je ziet dat hier in zijn stijgende lijn qua een positieve EBITDA. Dus er zit echt wel progress in. Of ik gelijk heb, weet ik niet. Het enige wat ik kan aantonen is dat ik er veel geld in heb zitten. En het kan een groot verlies worden. Maar misschien heb ik geluk en gaat het wel keer 10. Want het bedrijf heeft een goede cashpositie. Het heeft geen lange termijn schulden. Het heeft een bedrijfswaardering van 1,4 miljoen. Miljard op dit moment. Nou, en dit is een heel schaalbaar bedrijf. Ze gaan nieuwe producten lanceren in nieuwe markten. Dus ik zou zeggen, ja, kijk er maar eens naar. Misschien vindt het wel interessant. Een ander interessant aandeel die me toch opviel in de alerts. En ik, wat is alerts? Nou, ik zei het al, ik ben sinds anderhalf jaar bezig met het proberen te perfectioneren van mijn aandelenmethodiek. Hoe ik aandelen selecteer. En dat gaat eigenlijk over filters. En een van de dingen is een algoritme. En het allerbelangrijkste is eigenlijk fundamentele analyse. Dus we willen goede bedrijven of geweldige bedrijven willen kopen. Maar die geweldige bedrijven die willen kopen tegen een goede prijs. Een goede prijs bepalen aan de hand van de factoranalyse. Die we net zien in deze video. Die twee zijn heel erg belangrijk voor mij. Is de factoranalyse niet goed, dan koop ik niet meer. Punt. Ik ga niet meer die fouten maken uit het verleden. Stop ik mee. En de derde, en dat is een soort van kerst op de taart. Ik probeer daar ietsje mee hoger rendement te halen. Is toepassing van een algoritme die koop- en verkoopsignalen geeft op echt technische analyses, korte termijn. En voor mij eigenlijk heel erg belangrijk is dit, deze lijn hier zo, sorry, deze gouden lijn, die representeert een bepaald wekelijks gemiddelde en dat is een soort van lange termijn gemiddelde. En dat algoritme gaf hier toevallig een koopsignaal en inderdaad, sindsdien is die flink gestegen. Maar nou zien we dat die hier voor HIMS en HEURS geeft hij een verkoopsignaal. Dus eigenlijk niet goed. Dus eigenlijk moet ik hier niet bij kopen. Maar ik kon het niet laten om toch een klein beetje te investeren. Dat is toch wel, dat zal ook wel weer fout zijn. Maar we gaan het zien. Ik denk dat hij zit een beetje op hetzelfde niveau. Het aantal shorts is naar beneden gegaan. Het bedrijf heeft gewoon geweldige resultaten. En er zitten echt heel veel risico's aan hoor, in dit bedrijf. Begrijp het niet goed. Maar ik denk dat het goed is. Nou, HIMS is, we gebruiken deze algoritme. En daar delen we in de Happy Alerts. Happy Alerts is zeg maar een soort van nieuw product die wij iedere week gaan we koop- en verkoopsignalen delen op de Happy Investors platform. En daar volgen we bijna 500 aandelen en het worden er steeds meer. En een van die aandelen die nou opviel was GigaCloud Technology.
Dus ik ben gewoon iedere keer in de aandelenalerts, ben ik al die aandelen aan het afgaan iedere week. En dan kijk ik van wat voor alert geeft hij nou. En dit aandeel viel mij op. Giga Cloud Technology. Nou, ik heb het bedrijf nog niet echt super goed geanalyseerd. Moet ik heel eerlijk zijn. Het is een soort B2B oplossing voor supply chain. En als je kijkt naar de koers, geen idee waarom de IPO-prijs zo hoog was. Maar sinds die lancering is die veel gedaald. En heel lang is die neutraal gebleven, maar opeens zie je dat er een flinke stijging is. En dat zie je eigenlijk beter nog op 6 maanden tijd of op een jaar. Nee, op 6 maanden tijd. Kijk, een flinke stijging. En je ziet de beurswaarde is, dus een small cap, 500 miljoen. De koerswinst is 12. Kijken we naar onze factoranalyse, dan wordt het interessanter. Hé, ondanks de sterke groei, is de waardering eigenlijk nog steeds relatief sterk. Het is een small cap, heeft natuurlijk risico's. Maar de forward PE wordt verwacht op rond de 8. Dit is maar natuurlijk de vraag: wordt dan de groei die we verwachten in deze analyse, wordt die waargemaakt? Ja of nee? Dat is natuurlijk altijd de cruciale vraag. En om dat risico te spreiden, zeker met zulke risicovolle small caps, heb ik zelf een allocatiebeleid. Max 1 of 2% van je geld in één aandeel investeren. Dus hè, dat komt neer op 50 aandelen in de portefeuille als je 2% aanhoudt. Heb je heel veel vertrouwen in het bedrijf, dan kan je wat meer erin gaan investeren. Kan ook slecht uitpakken. Dat gaan we zien bijvoorbeeld voor het geval van Hims. Maar het kan ook goed uitpakken. Maar eigenlijk, ja, ik zou zelf altijd, als je het mij vraagt, doe ik zelf 2% aanhouden. En waarom? Ik denk van ja, ik wil gewoon wat meer zekerheid inbouwen, wat meer risicospreiding. En dat is niet de beste manier om het allerhoogste rendement te halen. Maar dat hoef ik ook niet. Als ik 12 tot 40% rendement per jaar kan halen, dan vind ik mezelf wel een goede belegger. En dan heb ik meer dan genoeg om financieel onafhankelijk te worden. Dus we gaan het zien. Ik denk dat dit aandeel best wel eens heel interessant kan zijn. Ik heb het nog niet echt heel goed onderzocht. Maar dermate dat mijn impressie is van hey, interessant. Want ook een van de factoren waar we bijvoorbeeld naar kijken is de financiële balans. Dit is even echt een small cap. Of we zeggen dat een snapshot van wat we hier zien. Dat is niet de analyse die ik heb gemaakt. Maar je kan in een snelle blik al zien van oké, de totale schulden, inclusief langetermijnschulden, is op 130 miljoen. En de cashpositie is 180 miljoen. Dus ze hebben meer cash dan de totale schulden. Dat is één van die indicaties. Dat je denkt van, oh, dat kan wel eens interessant zijn. Hims heeft een nog betere verhouding. Maar goed, het is geen voorwaarde voor succes, zal ik maar zeggen. Maar in principe, hoe lager de langetermijnschulden, het liefst nul, hoe beter dat is. En als ze dan organische groei kunnen creëren, organische winstgroei, dan weet je dat het een goed bedrijf is. Voor dit bedrijf, die Giga Technology, is nog veel te vroeg om dat te concluderen. Ze zijn nog maar net een beurs genoteerd. Je kan niet zo heel veel analyseren, je kan niet zo heel veel terugkijken. Betekent dat er meer onzekerheid is, betekent meer risico. Ja, de tijd zal het leren, maar de positieve trend is in ieder geval erg interessant. Het laatste aandeel wat ik met jou graag wil delen, is die me ook opvalt, maar dan in negatieve sfeer, zal ik maar even zeggen, is International Flavors. Eerst dacht ik altijd, buy the dip is de beste manier om te investeren. Nu denk ik eigenlijk van, ik investeer liever in bedrijven die er heel goed voor staan en die in de stijgende trend zitten. Dat gaat toch mijn voorkeur uit. En dit bedrijf, IFF, die verkeert eventjes in nogal wat problemen. En we zien het bedrijf is nu 16 miljard qua beurswaardering. Vanaf die piek is hij nou zo, meer dan 50% gedaald. En zelfs op een niveau van, wat is het joh? Nou, bijna op het oude niveau. Ze dus moet nog een klein beetje dalen. Technische analisten zullen misschien zeggen, oh ja, als hij deze grens hier zo behaalt, dus die prijs van 60 tot 50. Oh ja, dan zal het misschien wel een goede weerstand zijn. Geen idee. Ik vind het nu nog veel te vroeg om dit bedrijf te gaan kopen. Dat doe ik ook niet. Hij moet eerst stabiliseren, zou ik maar even zeggen. Je wil geen vallend mes kopen. Als we kijken naar de factoranalyse, dan is hij nog steeds ongunstig. Ik moet wel zeggen, dit is meer korte termijn gericht. En de vraag is dus van, hey, onderzoek is IFF. En is dit een goed bedrijf, ja of nee? Het is een soort DSM eigenlijk. En je kijkt naar de factoranalyse, verwachte forward PE is nog steeds, ja, is erg hoog. Natuurlijk voor dit bedrijf is dat helemaal heel hoog. Maar dan komt het als ze dit moment in problemen verkeren. Nou, andere factoren zijn ook nog relatief slecht ten opzichte van de sector mediaan. Maar de prijs-to-boekratio is dan wel weer redelijk positief. Onder de 1 is gewoon goed. Kan natuurlijk altijd nog beter. Kijken naar de markt. De capital structure moet ik zeggen, sorry. De total debt is in dit geval 11 miljard. Wow, dat is bijna evenveel als de marktwaarde. En de cash is niet zo heel veel. Dus die total debt, ik heb me daar nog niet echt goed in verdiept. Alleen dit gewoon als snapshot, zeg maar eigenlijk al genoeg van. Nee,
kan ik wel verder gaan analyseren, maar in eerste instantie is gewoon een keiharde nee. Het moet allemaal wel een beetje passen. Denk van, ja, deze factoren zijn allemaal gunstig. En dan komt het een aanmerking om verder erover na te gaan denken. Zo een andere voorbeeld waar we naar kijken is de toekomstige EPS-revisie. En dan zien we toch een lichte dalende trend. En natuurlijk wil je de earnings per share, dat staat voor EPS, wil je natuurlijk dat die stijgend is. Dat is natuurlijk veel beter. Weer winst per aandeel, dat wil iedereen. Dus IFF is een aandeel die ik in de gaten ga houden. Dat doen we in eerste instantie gewoon via de algoritme. Dan kom ik die wekelijks kom ik die tegen. Ik doe dit wekelijks. Kijken we even naar International Flavor. Het algoritme heeft hier al een keer verkoopsignaal gegeven. En het heeft hier al tijd geleden, heeft het ook al in maart. Gaf het eerst een klein koopsignaal. Hier gaf het een verkoopsignaaltje. In januari. En sindsdien is die eigenlijk alleen maar gedaald. En in januari was ongeveer 130. Nu staat hij op ongeveer 160. Wow, moet je kijken. Dus vanaf dit verkoopsignaal is hij al met meer dan 50% gedaald. En op dit moment is de lange termijn trend nog niet positief. Dus zelfs op korte termijn technische analyse is het helemaal geen interessant instapmoment. Kijk, in dit algoritme is het niet perfect. Het kan best zijn dat hij zometeen dat de curve hier stabiliseert en dat hij dan omhoog gaat. En dan krijg je pas later een verkoopsignaal wanneer hij weer omhoog gaat. Maar het is gewoon, waarom zou ik mijn kapitaal hier nu gaan investeren als ik veel betere aandelen zie? Zoals bijvoorbeeld Celestica, die wel in de positieve trend zit. Laten we hem eens even opzoeken, CLS. En we zijn nu een beetje uitgezoomd. En kijk, wat je vaak ziet in dit algoritme is, dan komt zo'n verkoop, zo'n koop. En dan zit een beetje tussen die twee steun- en weerstandniveau. En zie je hier verkoop, hier koop. Ja, daar heb je natuurlijk niet zo heel veel aan. Dus eigenlijk maak je hier gewoon verlies op je trades. Maar waar we op anticiperen is dat we goede bedrijven gaan selecteren. Dat hebben we nu gedaan. En hey, in dit geval heeft hij al een tijdje geleden een koopsignaal gegeven. Ja. Oké, we zijn dan iets te laat voor dat koopsignaal. Maar hij zit in ieder geval in een positieve trend. Een positief momentum. En dat komt ook weer terug in onze factoranalyse. En dat is waarom we in dit geval Celestica gewoon een klein bedrag daarin willen investeren. Niet te veel, want mocht het ernaast zitten. We hebben er niet duizenden uren in geïnvesteerd in het bedrijf. We kennen het niet door en door. Dus ja, we investeren maar max 1 of 2%. Mocht het ernaast zitten, so be it. Dan verliezen we niet heel veel geld. En door deze methodiek, fundamentele analyse, factoranalyse, technische analyse. En een allocatiebeleid van max 1 tot 2% en af en toe eens even bijkopen, op tijd verkopen op basis van het algoritme. Dankzij deze methodiek haal ik nu aantoonbaar hoger rendement en gelukkig ook onze happy investors leden. En daar ben ik het allerblijst mee. Dat zien we ook terug. Je kan opzoeken naar onze recensies en reviews. Dat zijn gewoon leden die nog steeds, de meeste zijn nog steeds gewoon lid. Gelukkig zijn de meeste positief, tevreden en dat geeft me ook energie, want we worden alleen maar beter, een hoger rendement. Dus we gaan hopen op hoog rendement voor onze happy value aandelen. En er zullen af en toe ook wel losers bij zitten. Dat kunnen we niet vermijden. Maar we gaan voor gemiddeld genomen een hoger dan gemiddeld rendement. Leuk. Dankjewel voor het kijken. En wat je ervan vindt, laat een reactie achter. Ik zal erop reageren en tot de volgende video. Hopelijk vond je het waardevol. Yo.